Goedemiddag, welkom bij het college over de farmacotherapie van rheumatoïde artritis. En dat is bedoeld voor de ACTA Masterjaar 1 blok medische tandheelkundige interacties nummer 2. Gaan we vandaag dus hebben over de medicijnen die gebruikt worden voor rheumatoïde artritis. Nog heel even kort een recap. Auto-immuunziekte. Het is een auto-immuunziekte van de kleine en de grote gewrichten. En een goed voorbeeld is hier te zien op deze röntgenfoto's, waar een periode van 8 jaar tussen zat. En op de aanvangsfoto is het eigenlijk nog een hele normale röntgenfoto met mooie ruimtes in de gewrichtspleten. Maar 8 jaar later is dat volledig aan elkaar gegroeid door de ziekte. Reuma wordt in de volksmond ook op andere manieren gebruikt, soms als artrose. Wat meer een gewrichtsslijtage is dan echt een ontstekingsziekte. En dat kan soms door trauma bijvoorbeeld verergerd worden. Maar er zit dus geen auto-immuunziekte aan ten grondslag. Het wordt soms ook wel eens gebruikt als wekendelenreuma, ook wel bekend als fibromyalgie. En de precieze ontstaanswijze daarvan is nog niet bekend. Spierreuma, ja, daar zit het ook in, maar dat is echt een ander ziektebeeld. Dat is een auto-immuunziekte van de spieren. En een deel van de middelen die we vandaag bespreken, die zal er ook op werken. Maar het is echt een ander ziektebeeld. En ook acuut reuma is een ander ziektebeeld. Dat ontstaat namelijk na een infectie met groep A streptokokken. En dat kan dan zowel een ontstekingsreactie geven van de gewrichten als van bijvoorbeeld de hartklep. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik wilde zeggen over de pathofysiologie van reumatoïde artritis en andere auto-immuunziekten. Meer daarover in het college orale geneeskunde. Wij gaan nu vooral inzoomen op de medicatie. En als je het hebt over de medicatie voor reumatoïde artritis, dan heb je het eigenlijk over pijnstillers en ontstekingsremmers. Maar dat zijn er nogal wat. En die hebben we opgesplitst in 3 mooie rijtjes, namelijk die jullie als ACTA-student moeten kennen en ook veilig moeten kunnen voorschrijven. Zoals bijvoorbeeld paracetamol, zoals diclofenac, zoals ibuprofen. En omdat die er soms bij horen, ook maagbeschermers, zoals omeprazol en pantoprazol. Groepen geneesmiddelen die wel heel veel voorkomen, dus die je ook zeker als tandarts gaat tegenkomen. Dus wij om die reden toch wel enige begrip moeten hebben van hoe ze werken en wat de belangrijkste bijwerkingen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de coxibs, de selectieve NSAID's, opiaten en corticosteroïden. En uiteindelijk een groep die eigenlijk echt door specialisten wordt voorgeschreven, dus die je in 1 keer zal tegenkomen en waar je vooral de orale bijwerkingen voor moet kennen en globaal een beetje de werking. Dat zijn de disease modifying anti-rheumatic drugs. En daar bestaan eigenlijk 2 groepen van, namelijk de synthetische en de biologicals. Daarover straks meer. En de symbooltjes, dus dat is het receptsymbooltje, het brein of het lampje, zul je ook steeds rechtsbovenin zien. Zodat je weet in hoeveel diepte je dat geneesmiddel moet kennen. Nou, we beginnen bij iets dat eigenlijk iedereen wel in huis heeft. Paracetamol, ik denk door jullie allemaal wel eens gebruikt. Hoe dat precies werkt, dat is gek genoeg, is dat nog niet bekend. Ondanks dat we al enige jaren, misschien zelfs wel eeuwen, weten dat het werkzaam is, is het dus niet precies bekend hoe dat dan zit. Maar het werkt in ieder geval antipyretisch, wat betekent koortsverlagend, en analgetisch, wat betekent pijnstillend. Het valt op dat het dus niet ontstekingsremmend werkt. Bijwerkingen zijn er eigenlijk niet of nauwelijks. En ook allergieën voor paracetamol komen relatief weinig voor. Dus in dat opzicht is het een heel veilig middel. Het heeft ook weinig interacties met andere geneesmiddelen. Maar die bijwerkingen en die interacties en ook de contraindicaties zijn eigenlijk echt dosisafhankelijk. In de zin dat als je het in een normale dosis gebruikt, zoals die op de bijsluiter staat, hè, maximaal 4 gram per dag bij kortdurend gebruik, en als je het langer gaat gebruiken, maximaal 2,5 gram per dag, dan zijn die bijwerkingen die zijn heel beperkt. Maar
Maar ga je meer gebruiken of kun je het minder goed metaboliseren omdat je een leverschade hebt? Dat kan zijn door een leverziekte of dat kan zijn door alcoholmisbruik. Dan wordt het al vrij snel heel toxisch. En dan kan het ook een heel schadelijk middel worden. Dat heeft alles te maken met de metabolisering van paracetamol, die eigenlijk volledig in de lever plaatsvindt. En als je paracetamol dan hebt ingenomen, dan wordt het eigenlijk voor bijna 98% wordt het geklaard via hele normale wegen, zoals glucuronidering, sulfatering en een deel wordt zelfs onveranderd uitgescheiden in de urine. Maar die overgebleven 2%, die wordt via cytochroom P450 enzymen omgezet in N-acetylparabenzoginamine. Moeilijk uit te spreken, we noemen dat ook wel NAPKI, dat is de afkorting. En dat NAPKI, dat is schadelijk. Dat kan binden aan de hepatocyten en daarbij ook de hepatocyten stuk maken. En hepatocyten, dat zijn levercellen. Nou, daar heeft je lichaam ook iets voor, dat is de glutathion. En die glutathion, dat maakt eigenlijk die NAPKI's onschadelijk. Maar die glutathion, daar heb je een beperkte hoeveelheid van. En zeker als er dus leverziekte is, zoals hepatitis of alcoholabuses, dan is die hoeveelheid glutathion die is beperkt. Dus daarom zeggen we dat die groepen patiënten maximaal 2000 milligram, oftewel 2 gram paracetamol per dag mogen gebruiken. En nogmaals, mensen die geen leverziekte hebben, die kunnen kortdurend veilig tot wel 4 gram per dag gebruiken. En dat moet dan wel verspreid zijn over 4 giften, dus dat noemen we 4 keer 1000 milligram. En bij langer gebruik, langer dan 2 weken, raden we aan om niet meer dan 2500, oftewel 2,5 gram paracetamol te gebruiken. Dat over paracetamol. Dan gaan we door naar de NSAID's, zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac. En dat zijn ook veel gebruikte geneesmiddelen die je ook deels bij de apotheek, of bij de drogist moet ik zeggen, kunt verkrijgen. En die werken dus naast koortsverlagend, antipyretisch en pijnstillend, analgetisch, werken ze ook antiflogistisch. En dat betekent ontstekingsremmend. En dat doen ze via remming van enzymen. En dat zijn cyclooxygenase 1 en cyclooxygenase 2. Daarover straks meer. Bijwerkingen treden vaker op dan paracetamol en zijn ook wat heftiger. Diarree komt frequent voor. Maar de beruchte bijwerking van NSAID's is toch wel maagklachten en zelfs maagzweren die uiteindelijk ook kunnen gaan bloeden. Dat is ook de reden dat NSAID's een interactie hebben met antistollingsmiddelen. Want als je een maagsfeer krijgt en dan ook nog eens antistollingsmiddelen gebruikt, dan kan zo'n maagsfeer vervelend hard gaan bloeden en zelfs levensbedreigend worden. Antistollingsmiddelen, dus andere middelen die op het maagslijmvlies aangrijpen, ik ga straks vertellen hoe dat zit. Maar NSAID's hebben ook een interactie met antihypertensiva. En dan met name met de ACE-remmers en de ARB's. Dat is een vervelende interactie als je het hebt over de nierfunctie. En er is ook een interactie met thiazidediuretica, waardoor die laatste iets minder goed werkzaam kunnen worden. Contraindicaties zijn hartfalen, nierfunctiestoornissen, astma. Dat is niet een keiharde contraindicatie. Dus als dat relatief mild is, dan kunnen NSAID's over het algemeen weinig kwaad. En datzelfde geldt een beetje voor de aterosclerotische hart- en vaatziekten. Hier is de werking schematisch weergegeven. Fosfolipiden worden omgezet in arachidonzuur. En arachidonzuur wordt vervolgens via dat cyclooxygenase omgezet in de endoperoxides. En daar zijn de prostaglandines, die dus een belangrijke rol spelen bij ontstekingsreacties, maar ook bij pijn en bij koorts, zijn daar één van. Maar je ziet dat bijvoorbeeld thromboxane A2, wat een belangrijke rol speelt bij de plaatjesaggregatie, dus bij de functie van de bloedplaatjes, dat ook via dezezelfde pathway gevormd wordt. Als je dus remmers geeft van deze stofjes, en dat zijn de net besproken middelen, de ibuprofen, de naproxen, de diclofenac. Indomethacine is in Nederland wat minder bekend, maar dat is ook een NSAID. En de selectieve COX-2-inhibitoren gaan we het straks over hebben.
valt trouwens direct op dat paracetamol hier ook bij staat. Maar zoals ik net al zei, is het van paracetamol dus niet echt bekend. Het is slechts een hypothese dat het ook werkt via die cyclooxygenase. Maar helemaal zeker weten doen we dat niet. Als je deze middelen geeft, dan heb je dus minder werking van je cyclooxygenase. En dan krijg je uiteindelijk ook minder vorming van de prostaglandines, de thromboxane A2 en de prostacyclines. En daar kunnen we een hoop van de bijwerkingen, zoals de maagklachten, kunnen we daaraan relateren. Relatieve contra-indicatie met de astma, die kunnen we op een andere manier verklaren. En dat is namelijk dat als de arachidonzuur niet die kant op gezet om kan worden via de COX, dan wordt het via een andere pathway omgezet en dan ontstaan leukotrienen. En die leukotrienen die spelen een belangrijke rol bij ontstekingsreacties in de luchtwegen. En dat is ook de reden dat we leukotrienreceptor antagonisten gebruiken tegen astma. Wat in de vorige afbeelding niet duidelijk naar voren kwam, is dat je twee sub-enzymen hebt van het cyclooxygenase. Namelijk cyclooxygenase 1 en cyclooxygenase 2. En cyclooxygenase 1 is verantwoordelijk voor onder andere de nierfunctie, voor de functie van de trombocyten en ook voor de maagbescherming. En als je dat remt, dan krijg je dus minder van deze functies. COX-2, dat zorgt juist voor de vasodilatatie en de remming van de trombocyten. Zie je dat de middelen die wij net bespraken, dus naproxen, ibuprofen en diclofenac, dat die eigenlijk min of meer aselectief zijn. Die remmen zowel COX-1 als COX-2. En naproxen zit dan misschien iets meer op COX-1 en diclofenac zit misschien iets meer op COX-2. Maar daar is nog veel wetenschappelijke discussie over in hoeverre dat nou klinisch relevant is. Wat we in ieder geval wel weten, is dat er ook selectieve COX-2 remmers bestaan. En daar gaan we het straks over hebben. Okay, dan gaan we nu even inzoomen op de maagbescherming. Want dat remming van met name die COX-1 dus maagklachten kan geven, dat is ook de reden dat we soms maagbescherming geven bij NSAID's. En daar heeft het Nederlandse Huisartsgenootschap een mooie richtlijn over geschreven, en dan geen maagklachten. Alleen die is vrij ingewikkeld. Hij komt er eigenlijk op neer dat als je onder de 60 bent, dan heb je twee risicofactoren nodig bovenop je NSAID. Ben je iets ouder, dan is dat nog maar één risicofactor. En boven de 70 heb je in principe zelfs zonder extra risicofactoren, heb je recht op een maagbeschermer bij je NSAID. En wat we dan doen, is omeprazol 20 mg of pantoprazol 40 mg. Als je de richtlijn bekijkt, is het wel belangrijk dat je beseft dat het rijtje voor de NSAID's strikter is dan het rijtje voor de COX-IPs en de salicylaten, zoals acetyl, salicylzuur en carboxylaatcalcium. Nou, wat zijn dan die extra risicofactoren die je nodig hebt? Dat zijn eigenlijk vrij logische, namelijk een maagulcus of een maagzweer in het verleden. En als je die hebt, dan mag je eigenlijk als 2 tellen. Dus dan heeft ook iemand van onder de 60 heeft al een extra risico, of heeft al een maagbeschermer nodig bij zijn NSAID. Antistollingsmiddelen, die tellen allemaal als 1. En dat is te verklaren, omdat als je en een middel gebruikt wat zorgt voor een verminderde stevigheid van je maagslijmvlies, en een middel gebruikt waar je harder van gaat bloeden, dan kan die combinatie zorgen voor gevaarlijke bloedingen uit de maagzweer. Nou, daar staan de welbekende antistollingsmiddelen, zoals de plaquisaggregatieremmers, de directe orale anticoagulantia, de vitamine K-antagonisten, de heparines. Namelijk een vreemde eend in de bijt is de SSRI, de selectieve serotonine reuptake inhibitor. Dat is een antidepressivum, maar dat heeft als bijwerking ook dat het de plaquisaggregatie kan remmen. En om die reden staat het dus in dit lijstje van extra risicofactoren. Andere middelen die extra risico geven, dat zijn COX-remmers, zoals corticosteroïden en spironolactone. Omdat die zelf ook op dat cyclooxygenase werken, remmen ze zelf ook de prostaglandines. En wordt dat maagslijmvlies dus nog dunner. Er zijn comorbiditeiten waar je extra risico van krijgt. En daar is reumatoïde artritis, waar dit college over gaat, is er een van. Hartfalen is er een van en niet goed ingestelde diabetes mellitus is er eentje van.
En als laatste risicofactor is nog dat de dosering van het NSAID eigenlijk abnormaal hoog is. En abnormaal hoog vinden we dan meer dan wat er in de bijsluiter staat als defined daily dose, oftewel de DDD. En dat verschilt per NSAID hoe hoog dat is. Nou, straks vertel ik meer over die maagbeschermers. En ook wanneer je nou kiest voor omeprazol en wanneer je nou kiest voor pantoprazol. Maar eerst nog even over een andere belangrijke interactie van NSAID's. En dat is namelijk die met de ACE-remmers en de ARB's, de angiotensine receptorblokkers. En dat heeft alles te maken met de functie van de glomerulus. De glomerulus, dat is een van de subunits van de nier. En dat is eigenlijk niks anders dan een filter. Ja, dus bloed komt er aan deze kant in, gaat door al die kleine haarvaatjes en gaat dan door die kant weer weg. En tijdens die gang door die haarvaatjes wordt vocht, maar ook afvalstoffen, die worden eigenlijk uit de vaatwand geduwd richting het lumen van de nier. Om dat goed te laten werken, moet er voldoende druk staan op die glomerulus. Nou, die druk die kun je op twee manieren beïnvloeden. Je kunt de hoeveelheid bloed die erin komt aanpassen, of de hoeveelheid bloed die weggaat aanpassen. En dat is precies wat er gebeurt als we het hebben over de interactie tussen NSAID's en ACE-remmers of ARB's. Want om dit vat open te houden heb je prostaglandines nodig. En als je dan dus NSAID's geeft, dan gaat dat vat een beetje knijpen. Gevolg is dat er minder bloed inkomt en dat de druk hier dus een beetje zal afnemen. ACE-remmers doen op het afvoerende vat, het efferente vat, doen ze juist het tegenovergestelde. Daar zorgen ze namelijk voor vasodilatatie, waardoor het bloed ook nog eens heel makkelijk wegstroomt. En als je dus zowel een NSAID als een ACE-remmer of een ARB geeft, dan kan de druk hier in de glomerulus te laag worden. Dat is voor jonge patiënten die verder helemaal geen last hebben van hun nier over het algemeen niet schadelijk, maar zeker voor de oudere patiënten en de patiënten die al wat nierfunctie hebben ingeleverd, kan dat een erg schadelijke interactie zijn. Daarom zeggen we, kijk daarmee uit. Zoals beloofd over de protonpompremmers. En dat zijn omeprazol, esomeprazol en pantoprazol die je moet kennen. Er bestaan er nog een heel lijstje meer, maar die vallen buiten het bestek van dit college. Ze werken door irreversibele binding, of remming van de protonpomp. En dat is een H plus K plus ATPase, wat zegt dat hij dus een waterstofatoom uitwisselt tegen een kalium. Dat doet onder invloed van ATP. En dat zit in de parietale cellen van de maag. Dus hij maakt de maag eigenlijk zuurder door er een proton heen te pompen. Bijwerkingen die optreden bij deze middelen zijn opnamestoornissen. En dat is te verklaren doordat veel middelen zuur nodig hebben om goed opgenomen te worden. En als je die protonpomp remt, dan maak je de maag eigenlijk direct veel basischer. Zorgt voor veel minder klachten, maar dat heeft helaas dus ook invloed op de opname van onder andere ijzer, magnesium en vitamine B12. Ook komen er meer infecties voor. En dat heeft mee te maken dat het maagzuur ook een belangrijke barrièrefunctie is voor bacteriën en virussen. Dus als je de maag basischer maakt, dan krijg je die eerder een kans. En we zien dan inderdaad ook meer infecties optreden. Grappig genoeg niet alleen van het maag-darmstelsel, maar ook van bijvoorbeeld de longen. Qua interacties is het belangrijk om te weten dat omeprazol en esomeprazol het CYP-enzym 2C19 kunnen remmen. En dat zorgt er dan voor dat dat CYP-enzym minder werkzaam wordt. Dat is dan ook meteen de belangrijkste interactie als je het hebt over protonpompremmers. Die is hier uitgebeeld. Meest bekende geneesmiddel dat via CYP2C19 wordt gemetaboliseerd is clopidogrel. En clopidogrel is een zogenaamde prodruk. Dat betekent dat die voor omzetting nog inactief is. Hij moet dus door dat CYP2C19 actief gemaakt worden. Als je dat dan combineert met omeprazol, dan rem je dus eigenlijk de functie van dat 2C19 en gevolg is dat je clopidogrel niet meer geactiveerd wordt, dat je dus veel minder werkzaam hebt van je clopidogrel.
Nou, dat klopt toch wel, niet zomaar wordt gebruikt. Dat is een plaatjesaggregatieremmer die bijvoorbeeld wordt gebruikt na een herseninfarct of na een hartinfarct. Is het wel belangrijk dat dat voldoende werkt, want anders krijg je stollingsproblemen. Wat betreft de middelen die jullie zelf moeten kunnen voorschrijven. En die protonpompremmers die horen daar dus wel bij, omdat in uitzonderlijke gevallen zul je standaard ook een NSAID willen voorschrijven, bijvoorbeeld bij patiënten die veel pijn hebben. En dan moet je dus volgens de richtlijn soms daar ook een protonpompremmer bij geven. Door naar de middelen die je wel moet kennen, omdat ze veel gebruikt worden. En daar zijn de Coxibs zijn er één van. En die lijken eigenlijk heel erg op NSAID's, behalve dat ze dus selectief dat COX-enzym, dat cyclooxygenase 2, remmen. Gevolg is, als je nog even terugdenkt aan het andere plaatje, dat je dan dus minder maagproblemen krijgt, want die kwamen vooral door COX-1. Wacht, ik pak hem er gewoon even bij. Ja, dus de maagbescherming is een functie van COX-1. Nou, als je dan dus selectief COX-2 remt, dan heb je die werking gaat niet ten onder. Maar COX-2, dat zorgt juist voor een inhibitie van de trombocytenaggregatie. Dus dat voorkomt eigenlijk dat de trombocyten hun werk gaan doen. Als je COX-2 dan dus remt, dan kunnen die trombocyten extra hun werk gaan doen. Nou, dat zien we dan ook terug in de stollingsproblemen die optreden. Oh, ik ga weer iets te ver. Interacties zijn er met antistollingsmiddelen. Nou, logisch, hè, na wat ik net vertelde. De interactie met de ACE-remmers, zoals ik net voor de NSAID's liet zien, die geldt ook voor de COX-IPS. Contra-indicaties zijn ook grotendeels hetzelfde, namelijk hartfalen, nierfunctiestoornissen en dus de relatieve contra-indicaties waar we het net over hadden. Nou, dat die stollingsproblemen dat die niet puur theoretisch zijn, dat blijkt uit dit onderzoek uit de New England Journal of Medicine. Daar hebben ze een grote groep, een grote trial gedaan met celecoxib in 2 verschillende doseringen en een derde groep mensen die een placebo kregen. En zij kregen dit ter preventie van maag- en darmcarcinomen. Er werd gedacht dat celecoxib daar een werking op kon hebben. Nou, dat bleek helaas niet zo te zijn, maar er werd wel aangetoond dat deze mensen veel meer hart- en vaatziekten krijgen. Want we zien dat de rode lijn, dat die veel meer gecombineerd eindpunt van sterfte door hart- en vaatziekten, hartinfarcten en herseninfarcten liet zien, dan de zwarte lijn van de 200 milligram en dan de placebo-lijn die groen is. Dus het is een dosisafhankelijke relatie tussen de hoeveelheid hart- en vaatziekte die optrad en de dosering van de celecoxib. Oké. Dan door naar de opiaten. Middelen zoals morfine, oxycodon, fentanyl. Veel gebruikte middelen die je ook als tandarts zeker een keer zal tegenkomen. Wat niet iedereen weet is dat dat in dezelfde groep middelen valt als bijvoorbeeld de heroïne, wat we natuurlijk kennen als belangrijke verslavingsdrug. Deze middelen werken via agonisme op de opiaatreceptoren in het centrale zenuwstelsel. En dat zijn de mu, de kappa en de delta receptoren. Waarbij de mu receptoren de belangrijkste zijn als we het hebben over de analgetische werking, de pijnstillende werking. Je wordt er ook suf van. Je kan minder gaan ademen en in overdoseringsgevallen kan dat zelfs een dodelijke ademstilstand zijn. En het heeft vervelende werking op de darmen, het zorgt namelijk voor obstipatie. En dat is ook de reden dat het eigenlijk altijd wordt gecombineerd met laxantia. Ja, dus als je dit ooit voorschrijft, dan hoort er absoluut een laxantium bij. Verslaving is verder een groot probleem en dat heeft ermee te maken dat, nou dat blijkt ook van de heroïne, dat je er ook euforische effecten van kunt voelen, waardoor het een heel fijne gewaarwording is voor mensen om het te gebruiken en het dus ook verslavend werkt. Je hebt ook steeds meer en meer nodig om hetzelfde effect te bereiken en je wordt er lichamelijk ook afhankelijk van.
Interacties zijn er met andere sedativa. Ja, als je dit bijvoorbeeld combineert met slaapmedicatie, dan wordt die sufheid erger en dan kan die ademdepressie ook erger worden, waardoor je daar meer gevaren van vindt. En datzelfde geldt een klein beetje voor de antihypertensiva, want daar kun je duizelig van worden. En als je dat combineert met een beetje sufheid van de opiaten, dan heb je dan een groter valgevaar. Contra-indicaties zijn er eigenlijk nauwelijks, in ieder geval niet van dermate relevantie dat ik ze hier nu moet noemen. Wat we hier zien is de keerzijde van de medaille, want dat zijn echt wel hele goede pijnstillers. Maar ze leiden helaas, en dit zijn cijfers uit Amerika, ook tot veel doden. En dat is iets van het laatste decennium, zeg maar, zien we een hele sterke stijging in het aantal mensen dat overlijdt door een overdosering aan opiaten. En dat is dus niet alleen heroïne. Maar dat zijn juist ook de middelen die we in Nederland aan de erg zieke mensen geven, zoals fentanyl. Bij ons naar de oxycodon, dat is ook één. Dus voor Nederlandse situaties zou je de paarse en de zwarte lijn zou je samen mogen nemen. Dit zijn cijfers uit Amerika. Maar in Nederland zagen we ook een sterke toename van de hoeveelheid opiaten die werd gebruikt. En in 2018 was er een piek waarin zelfs meer dan 1 miljoen mensen gedurende dat jaar, dus dat is 1 op de 17, al dan niet kortdurend een opiaat hadden gebruikt. Inmiddels zijn die cijfers dalende. En dat is deels door een overheidscampagne gericht op voorschrijvers van opiaten, www.opiaten.nl. En dat is gemaakt in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Maar in Nederland wordt er dus eigenlijk alles aan gedaan om zo'n Amerikaanse situatie te voorkomen. Oké, nou, dit was het eerste deel van de presentatie over de pijnstillers. En je ziet dat sommige daarvan ook tevens ontstekingsremmend werken. En andere, zoals de opiaten, zoals de paracetamol, dat zijn dus alleen maar pijnstillers. Gaan we nu door met de ontstekingsremmers. En daar zijn corticosteroïden een belangrijke groep van. Prednison, prednisolon, hydrocortison, er zijn er nog heel veel meer, maar deze moet je kennen voor het tentamen. De werking is ontstekingsremmend en dat heeft waarschijnlijk ook weer met die COX-remming heeft dat te maken. En ze werken ook immunosuppressief. We maken onderscheid, en dat is met name relevant voor de bijwerkingen, tussen een minerale corticoïde en een glucocorticoïde werking. En een minerale corticoïde, en dat lijkt eigenlijk heel erg op het lichaams eigen hormoon aldosteron. Als je daar te veel van krijgt, en dat krijg je dus via het toedienen van medicijnen van de corticosteroïden, krijg je dat ook. Dan geeft dat uedemen, hypertensie, hè, dus dat is te hoge bloeddruk en kan uiteindelijk zelfs hartfalen geven. Dat zijn dus ook bijwerkingen die we zien bij mensen die langdurig dit soort middelen gebruiken, bijvoorbeeld vanwege een rheumatoïde artritis. Aan de andere kant hebben we de glucocorticoïde werking en dat heeft met name te maken met de suikerhuishouding. Dus mensen krijgen diabetes van deze middelen, maar diabetes is vervolgens ook veel moeilijker onder controle te krijgen. En door die toename van de hoeveelheid suikers treedt er ook gewichtstoename op. Deels door de suikers, deels ook door het uitdeem van de minerale corticoïdewerking. Naast deze werkingen geeft het ook osteoporose. Ja, dus een vermindering van de botsterkte. Dat komt deels via de directe effecten op het bot en deels ook door remming van de calciumopname. Maar dat is ook een reden dat zeker op oudere leeftijd moeten mensen die corticosteroïden gebruiken daar ook osteoporose profylaxe voor krijgen. In de vorm van bisfosfonaten en calcium en vitamine D. Bijnierssuppressie is een andere belangrijke bijwerking. En dat heeft alles te maken met de negatieve feedback loop die er is op het eigen cortisol. De middelen lijken namelijk heel erg op het lichaams eigen cortisol. En die onderdrukken dus ook de productie daarvan. Dus als iemand langdurig, en dan hebben we het over meerdere weken, prednison heeft gebruikt, dan wordt zijn eigen hoeveelheid cortisol wordt naar beneden gebracht.
En dat is op dat moment misschien niet zo heel relevant. Maar als je dan weer stopt met de prednison, dan is er dus een te lage hoeveelheid corticosteroïden in het lichaam. Daarom is dat ook de reden dat je nooit na langdurig gebruik zomaar mag stoppen met deze middelen. Interacties zijn er met de NSAID's en de salicylaten als we het hebben over de maag. Ja, dus omdat deze middelen ook het maagslijmvlies kunnen beïnvloeden, geven ze om die reden een interactie met middelen die dat ook doen. En met de antidiabetica vanwege de voorgenoemde werking op de suikerhuishouding. Contra-indicaties zijn er ook en de belangrijkste daarvan dat zijn latente infecties. En bijvoorbeeld mensen die in het verleden TBC hebben doorgemaakt, daar toen niet voor behandeld hoeft te worden omdat het mild was, of niet volledig zijn behandeld. En die dan nu immunosuppressiva zoals corticosteroïden gaan gebruiken, waardoor dat weer opvlamt. TBC staat er onbekend en parasitaire infecties staan er onbekend dat dat kan gebeuren. Hier staan de bijwerkingen nog één keer in een plaatje genoemd en daar staat Cushing's syndroom boven, want dat is inderdaad hoe we het noemen. En je hebt de ziekte van Cushing als het komt door een eigen endogene cortisolproductie en je hebt het syndroom als je niet precies weet hoe het komt en daar vallen dus ook van buiten ingebrachte corticosteroïden, zoals de medicijnen, toe. Hyperglycemie hebben we genoemd, persoonlijkheidsveranderingen treden op. Door het oedeem, dat treedt met name in het gezicht op, ontstaat er een zogenaamd volle maansgezicht. De huid wordt dun, daardoor kun je striën gaan zien. Dat komt ook door de uitzetting van het lichaam. Dus dat zijn geen fijne bijwerkingen. Oh, en ook de osteoporose, die staat hier genoemd. Aan de andere kant, als je een tekort hebt van de corticosteroïden, wat dus kan optreden tijdens zo'n afbouwen of bij te snel afbouwen, dan kun je een Addison's crisis krijgen. Addison's disease is als dat gedurende een langere periode optreedt, maar een Addison's crisis, dat is eigenlijk een hele acute situatie van verslechtering die erg lijkt op de Addison's disease. En dat kenmerkt zich met name door erg moeheid, dehydratie, hypotensie, waardoor je ook flauw kunt gaan vallen en een disbalans van de elektrolyten in het lichaam. En dat kan ook levensbedreigende shockbeelden kan dat geven. Belangrijk qua medisch-tandheelkundige interacties is om te weten dat zo'n Addison's crisis kan worden uitgelokt door een moment van acute stress. En sommige mensen vinden naar de tandarts gaan al een moment van acute stress. Maar volgens de richtlijn moet je in ieder geval op het moment dat je een ingreep gaat ondernemen, zou je deze patiënten kortdurend even wat meer corticosteroïden moeten toedienen, om te voorkomen dat ze zo'n Addison's crisis krijgen. Dat geldt dus enerzijds voor de mensen met de ziekte van Addison, die vaak langdurig lage hoeveelheden corticosteroïden gebruiken. En anderzijds geldt dat voor mensen die bijvoorbeeld vanwege reuma wat hogere doseringen gebruiken. En dan dat gaan afbouwen. En dan hebben ze dus eigenlijk ook een soort ziekte van Addison op dat moment. Dan komen we op de DMARDs, de Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. En het verschil met de voorgenoemde middelen is dat van de DMARDs, daar wordt echt de progressie van de reumatoïde artritis, wordt daar minder van. Dus waar de middelen die ik net noemde eigenlijk alleen zorgen voor vermindering van de ontstekingsreactie, zorgen de DMARDs er echt voor dat de reuma minder snel de progressie vertoont. Dan eigenlijk op te delen in twee groepen, en dat zijn de synthetische, oftewel de traditionele, en de biologicals. We gaan ze allemaal bespreken. Maar wat zijn biologicals eigenlijk? Nou, dat wil zeggen dat ze in levende cellijnen gemaakt worden. Het kunnen cellijnen zijn van een hamster of van een muis of nog van andere dieren ook. Waar dan deeltjes humaan DNA worden ingebracht. En afhankelijk van hoeveel humaan DNA erin worden gebracht, wordt zo'n antilichaam, wat dan gemaakt wordt uit eiwitten van die via de DNA gecodeerd worden, wordt meer of minder humaan. En dat is hier weergegeven in deze afbeelding.
eigenlijk varieert van een volledig muizen-eiwit tot een volledig humaan-eiwit en alle tussenversies daarin. En het grappige is dat je aan de naam van het geneesmiddel kunt afleiden hoeveel, welk deel humaan er is. We gaan het straks bijvoorbeeld hebben over infliximab. Dat is dan deze. En de xizumabjes die zullen ook langskomen. Allereerst de traditionele, dus de synthetische, en daarvan is methotrexaat eigenlijk de belangrijkste. Van methotrexaat weten we dat het een foliumzuurantagonist is en we weten dat het anti-inflammatoire werkt. Maar van die laatste eigenschap weten we eigenlijk niet precies hoe het werkt. En de geldende hypothese is nu dat het werkt door een stimulatie van het lichaams eigen adenosine, wat vervolgens weer anti-inflammatoire werkt. En dat het een foliumzuurantagonist is, dat is heel belangrijk als je het hebt over de bijwerkingen. Want foliumzuur is een heel belangrijk iets voor eigenlijk alle celprocessen. En met name de snel delende cellen, die hebben foliumzuur nodig om die deling te kunnen bewerkstelligen. Als je dat dus remt, dan rem je de deling van de cellen. En dat heeft dus het meeste invloed op de snel delende cellen. Zoals bijvoorbeeld die in het mond- en het darmslijmvlies. Als je die remt, dan kunnen daar ontstekingsreacties in ontstaan, die aanleiding geeft tot diarree, maar ook bijvoorbeeld tot stomatitis. Aften zijn een heel veel voorkomende bijwerking van methotrexaat. Nou, door de anti-inflammatoire werking treden tevens infecties op. En dat zijn allerlei soorten infecties. Dus dat kunnen virale zijn, dat kunnen bacteriële zijn of dat kunnen parasitaire infecties zijn. Doordat het zo'n foliumzuur antagonist is, heeft het ook interacties met foliumzuur. En dat is een interactie die we gebruiken in de therapie. Want we dienen methotrexaat dienen we één keer per week toe over het algemeen. En dan geven we daar alle andere dagen geven we daar foliumzuur bij. En het gevolg is dan dat je de wat langzamer delende cellen, die red je. En alleen de snel delende cellen, methotrexaat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in de kankerbehandeling, die rem je op die manier. Dus foliumzuur, dat zorgt voor een vermindering van de bijwerkingen. Je zal dus ook altijd zien dat patiënten die methotrexaat gebruiken, dat die ook foliumzuur in de medicatielijst hebben staan. Er zijn ook andere foliumzuurantagonisten en daar heeft methotrexaat in die zin een interactie mee dat het elkaar kan versterken. En dat je bijvoorbeeld een verergering hebt van de toxiciteit die op kan treden bij cotrimoxazol, wat een antibioticum is. Immunosuppressiva. Daar heeft het interactie mee, omdat het eigenlijk allebei immunosuppressief werkt. En als je dat dan combineert, dan kan het immuunsysteem te veel onderdrukt worden, met als gevolg weer meer infecties, etc. Je zal zien dat die andere immunosuppressieven, dat geldt eigenlijk voor alle biologicals, geldt dat. Contra-indicaties zijn zwangerschap, wat op zich natuurlijk logisch is, want het is een foliumzuurantagonist. En foliumzuur, dat dienen we juist toe aan zwangeren om open ruggetjes en dergelijke te voorkomen. Dus als je dat dan tegelijkertijd zou gaan remmen, dan krijg je daar een toename van. Latente infecties hebben we eigenlijk eerder al besproken, dat geldt ook voor de methotrexaat. Het is een renaal uitgescheiden middel, dus nierfunctiestoornissen kunnen heel belangrijk zijn. En ook alcoholabuses zorgt voor een verergering van het effect, een verergering van de bijwerking. Dan de sulfasalazine. Daar kan ik in die zin weinig over vertellen dat de werking niet helemaal duidelijk is. En er zijn eigenlijk drie mogelijke hypotheses en alle komen erop neer dat het immunosuppressief werkt door ingrijpen op de een of de andere cytokine pathway. En dat is dan de NF-kappa-B, de TNF-alpha remming of toch verhoging van de adenosine, zoals we dat ook dachten bij de methotrexaat.
Bijwerkingen die veel optreden zijn beenmergsuppressie, dus ook van de immuuncellen die het beenmerg maakt, waardoor er weer meer infecties kunnen optreden. Huiduitslagen komen relatief veel voor en ook in ernstige mate. Dus het Stevens-Johnson-syndroom, wat een hele ernstige huidloslating eigenlijk is, met ook een hoge mortaliteit, komt bij dit middel relatief vaak voor. En maagklachten komen ook relatief vaak voor. Interacties zijn er wel, maar de vraag is hoe relevant die zijn. Salicylaten, ijzer en antibiotica kunnen de opname van sulfasalazine iets verminderen, waardoor dat minder werkzaam wordt. Contraindicaties. Vrij veel mensen hebben overgevoeligheidsreacties op dit middel. En ernstige lever- of nierfunctiestoornissen zorgen ook voor een te hoge hoeveelheden toxiciteit van dit middel. Dan goud. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien een beetje gek. Maar goudinjecties werken goed tegen rheumatoïde artritis. Al is het niet helemaal duidelijk hoe het werkt. We denken dat het iets doet met het immuunsysteem, maar wat precies dat is niet bekend. En dit is ook een van de eerste behandelingen die bestond tegen rheumatoïde artritis. Het geeft echter relatief veel bijwerkingen en dat is de reden dat het nu nog zelden wordt gebruikt. En die bijwerkingen, dat zijn met name een huidontsteking, ook weer mondontsteking, stomatitis en nierproblemen kun je krijgen van goud. Interacties zijn er met andere immunosuppressiva en met middelen die fotosensibilisatie geven. Want die voorgenoemde dermatitis die treedt vooral op in de zon blootgestelde delen van de huid. En als je dat dus combineert met middelen die je huid sensitiever maken voor die zonblootstelling, dan verergert dat de toxiciteit. Het kan hartfalen luxeren, dus dat is een contraindicatie als je het al hebt. En het kan ook diabetesregulatie bemoeilijken. Verder, ja, de nierfunctiestoornis hebben we eerder besproken, maar het wordt deels ook via de lever gemetaboliseerd. Dus dat is ook een contraindicatie. Nogmaals, het was een van de eerste middelen die gebruikt werd, maar het is tegenwoordig meer een zeldzaamheid dat je dit nog tegenkomt bij patiënten. Het geldt wat minder voor de hydroxychloroquine, de plaquenil. Dat is van oorsprong is dat een antimalaria middel, maar dat werkt ook goed tegen rheumatoïde artritis. Al weten we eigenlijk niet helemaal goed waarom dat werkt. En dit is ook een heel actueel middel, omdat er ook aanwijzingen zijn dat het tegen het coronavirus, tegen het COVID-19 werkzaam is. De bijwerkingen die genoemd zijn, die lijken relatief mild, maar die komen wel veel voor. De interacties, ik heb ze voor de volledigheid erbij gezet. Hydroxychloroquine en chloroquine zijn QT-verlengers. Dus die hebben in die zin een interactie met andere middelen die de QT-tijd van de hartgeleiding kunnen verlengen. En hydroxychloroquine is ook zelf een remmer van het cytochroom P450 enzym 2D6. Contraindicaties zijn er eigenlijk nauwelijks. Ik noemde net al even dat het mogelijk effectief was op het COVID-19. Dus het is echt heel actueel. En wat ik nu opneem, toen was er eigenlijk nog relatief weinig over bekend. Toen was dit de grootste studie. Maar ik verwacht echt dat tijd dat jullie dit college luisteren, dat dat misschien al achterhaald is. Ik wil toch kort even deze studie noemen. De eerste belangrijke kanttekening om erbij te maken is dat het een preprint is. Dus deze is nog niet officieel in het blad verschenen, is ook nog niet gepeer-reviewed. Maar dit zijn puur de eerste resultaten die gedeeld worden door de Chinese onderzoekers. Wat ze gedaan hebben is dat ze hydroxychloroquine hebben gegeven aan één groep patiënten en een placebo aan de andere groep patiënten. En toen gekeken hoe het longbeeld veranderde op CT-scans. En ze hadden totaal 62 patiënten in iedere groep 31. En wat je dan zag was
dat er eigenlijk veel meer patiënten in de hydroxychloroquine groep, 61,3% ten opzichte van de controlegroep, echt stevige verbeteringen lieten zien. En dat ging natuurlijk ten koste aan de andere groepen, hè. Dus vandaar dat die cijfers daar misschien wel de andere kant op wijzen, maar we moeten kijken naar de significante improvement. In totaal waren er ook meer patiënten die een improvement lieten zien op het longbeeld. Er is een hoop aparte dingen op deze studie. Allereerst dus dat het nog niet gepeer-reviewd is. Ten tweede zijn dit maten die relatief abstract zijn. Wat is nou een verbetering op het longbeeld? Dus er volgen ongetwijfeld nog meer studies met dit middel. Dan gaan we door naar de biologicals. Dus dat zijn die middelen die in levende cellijnen worden gemaakt. Daarvan is de groep TNF-alpha-blokkers eigenlijk de grootste. We weten dat TNF-alpha een belangrijke rol speelt in de inflammatie. Het wordt gemaakt door macrofagen die vervolgens via dat TNF-alpha allerlei inflammatoire cytokines, etc. Maken en die dan weer vervolgens zorgen voor de ontstekingsreactie. Nadeel van eigenlijk alle biologicals is dat het lichaam erop kan reageren. En dat heeft te maken met wat ik eerder liet zien, dat het voor een deel niet humane eiwitten zijn. En dat kunnen dus Chinese hamster-eiwitten zijn of dat kunnen muis-eiwitten zijn. Maar het lichaam kan erop reageren als een soort allergische reactie. Dus dat zien we dan ook vrij vaak, dat mensen behoorlijk heftige reacties vertonen op het moment dat dit middel wordt toegediend. En dat kunnen snelle reacties zijn en dat kunnen ook late reacties zijn. En een voorbeeld van een late reactie is ook dat er antistofvorming wordt gemaakt tegen het geneesmiddel. En gevolg daarvan is weer dat het geneesmiddel, bijvoorbeeld na de tweede, derde of zoveelste injectie, minder werkzaam is dan daarvoor. En dat komt dan omdat het lichaam tegen de eiwitten zelf weer een afweerreactie heeft gemaakt. Nou, de infecties zijn logisch, hè, want het is een immunosuppressief middel. En het remt dus ook de cellen die zorgen voor die immuunreacties. Maligniteit heb ik tussen haakjes gezet, omdat die echt wel weinig voorkomen. Maar je kunt je afvragen of het slim is om een stofje dat tumornecrosisfactor heet, om dat te remmen. Ja, want een tumornecrosisfactor, dat zorgt dus voor de afbraak van tumoren. En dat blijkt ook inderdaad dat als je dit stofje remt, dan zie je een hele lichte toename van allerlei soorten maligniteiten. Maar dat weegt absoluut niet op tegen de werking die auto-immuunpatiënten gewoon echt nodig hebben. Interacties zijn er met name met andere immunosuppressieven, omdat je dan te stevige immunosuppressieve werking krijgt. En de contra-indicaties, ja, overgevoeligheid treedt dus relatief veel op. En ook hiervoor geldt weer dat het, omdat het immunosuppressief werkt, kan het latente of huidige infecties doen verergeren. Dan de interleukine-antagonisten. Die zijn eigenlijk in bijwerkingen, interacties en contra-indicaties heel vergelijkbaar. Maar ze remmen een andere cytokine, namelijk het interleukine 1. Wat dus een belangrijke rol speelt bij de inflammatie, onder andere voor rheumatoïde artritis. Maar dit zijn middelen die ook veel worden gebruikt tegen psoriasis en andere vormen van gewrichtsontstekingen. Hierbij wordt nog specifiek genoemd dat er ook interacties zijn met levende of verzwakte vaccins. Hè, dus deze immunosuppressieven die werken blijkbaar dusdanig sterk, dat waar je normaal gesproken als je een verzwakt vaccin toedient, het lichaam daar alleen maar een tegenreactie op maakt, is het nu mogelijk dat die vaccins tot de ziekte leiden. En dat is dus een absolute contra-indicatie om dat gelijktijdig toe te dienen. Daarnaast zul je ook een verminderde werkzaamheid van het vaccin verwachten, puur omdat je op dat moment immunosuppressief aan het toebedienen bent. Het laatste middel wat ik wil bespreken is rituximab.
Rituximab, dat remt specifiek anti-CD20. En dus dat is ook weer zo'n monoclonaal antilichaam. Zo'n biological eiwit wat dus specifiek gaat zitten op dat CD20 en het daarmee onschadelijk maakt. En CD20, dat zit eigenlijk aan de buitenkant van B-cellen. Dus daarmee maakt het specifiek de B-cellen dood. En B-cellen zijn de belangrijkste bron van antistoffen in je lichaam. Dus om die reden wordt het bij eigenlijk heel veel verschillende soorten auto-immuunziekten wordt rituximab toegepast. En ook bij verschillende soorten kankers, waaronder bijvoorbeeld een multiple myeloom, wat een hematologische kanker is, wordt dat toegepast. Bijwerkingen zijn intraveneus infusiereacties, eigenlijk vergelijkbaar met dat van infliximab. Maar dit middel kun je ook lokaal toedienen, bijvoorbeeld in de bilspier. En dan zorgt het ook daar meer voor reacties die over het algemeen wat minder heftig zijn. Immuunsuppressie treedt op en voor de rest is het rijtje eigenlijk identiek aan wat wij al eerder bespraken. Groot nadeel aan eigenlijk al deze biologicals is dat ze ontzettend duur zijn om te produceren. Die levende cellijnen, dat is dat is heel lastig om dan heel veel geneesmiddel in één keer te maken. En inmiddels hebben we in Nederland bijna 50.000 gebruikers van deze middelen. Hoe die verdeeld zijn, dat staat hier in deze taartdiagram. Je ziet dat de TNF-alpha-remmers eigenlijk het merendeel zijn, gevolgd door de interleukine-remmers en door nog enkele andere. Maar die groep middelen die we net dus bespraken, is eigenlijk bijna 90% van alle middelen die in Nederland gebruikt worden. En voor die bijna 50.000 gebruikers zijn er bijna 200.000 verstrekkingen die verwacht werden voor 2019. Want deze cijfers komen uit een verwachtingsrapport voor 2019. Ik heb de kosten per middel hier even ondergezet. En ik heb dat voor alle middelen omgezet naar 4 weken. Waarbij ik dan ook ben uitgegaan van de goedkoopste biosimilar. En biosimilar betekent eigenlijk net als dat je een patentgeneesmiddel kunt hebben. Wat dan uit patent raakt en dat er dan alternatieven voor op de markt komen. Zo geldt het ook voor biosimilars. Op het moment dat een biological uit patent is, dan kunnen andere fabrikanten die kunnen een middel gaan maken wat daarop lijkt. Alleen omdat het biologicals zijn, is dat niet identiek, maar similar. Maar in principe zijn die middelen die zijn, net zo effectief. Alleen omdat er concurrentie op de markt komt, zijn die vaak vele malen goedkoper. Het verschilt nogal. Voor de TNF-alpha blokkers zit je tussen de 440 tot 724 euro. En voor de interleukine antagonisten zit je rond de 1000 euro per 4 weken. Dus dat is 12.000, 13.000 euro per jaar. En dat dan dus voor 50.000 gebruikers. Dus dit is een behoorlijke kostenpost, ook voor Nederland. Inmiddels staat het niet meer in de top 10 van de duurste geneesmiddelen. Dat is grotendeels te verklaren doordat daar individuele middelen genoemd staan en niet de groepen. En omdat deze groep inmiddels zo uitgebreid is door al die biosimilars die op de markt komen, staat hij er sinds enkele jaren staat hij er niet meer in. Maar voorheen stond bijvoorbeeld de infliximab, die stond eigenlijk altijd in de top 10 van de duurste geneesmiddelen voor Nederland. Dat is wat ik jullie vandaag wilde vertellen over de farmacotherapie van reumatoïde artritis. Als je meer wil weten, dan kan ik je sowieso de geneesmiddelteksten op het farmacotherapeutisch kompas aanraden. Ga die nou zeker voor de middelen waarvan ik aangaf dat je die moet kennen, of de middelen die je moet kennen en begrijpen, maar die je niet per se zelf hoeft voor te schrijven. Hoef je zeker niet de hele bijwerking en de hele contra-indicatielijst uit je hoofd te kennen. Dan gaat het er meer om dat je een beetje begrijpt waar die vandaan komen. En een andere goede tip daarbij is de geneesmiddel van de week video's. Die op YouTube staan en gemaakt zijn door het Erasmus Medisch Centrum. Daar is eigenlijk voor heel veel van de geneesmiddelen die we vandaag bespraken, zijn daar filmpjes gemaakt. Niet voor allemaal, maar in ieder geval voor de paracetamol, NSAID's, omeprazol, infliximab, rituximab, eigenlijk allemaal wel. En dan ben je in 5-6 minuten per filmpje ben je kennis.
klaar en weet je heel veel meer. Daarnaast kunnen we vragen beantwoorden via de cursusinformatie op Canvas. Dus ik wens jullie heel veel succes met studeren en bedankt voor de aandacht.